denk dat de oudere mensen van nu niet de oudere mensen zijn van vroeger. De ouderen van nu zijn veel mondiger en ook veel actiever. Ze doen meer. Ik heb altijd mijn hele leven in de herenmode gezeten. Dat heeft altijd mijn hart gehad. Maar nu is langzamerhand de tijd gekomen dat ik het af ga bouwen. Het ouder worden en het wonen hier draagt op alle fronten bij. Je hebt echt niet hier het gevoel dat je oud bent. Voor mij is het verschil tussen het vorige appartement en waar ik nu woon, de bewonersconsulent. De persoonlijke betrokkenheid voor je als je haar nodig hebt, vind ik heel erg prettig. En zijn er vragen of opmerkingen waar je niet over mailt of wil bellen, dan hebben we een groene kaart die je voor het raam zet en dan komt Claudia langs. Doordat ik op bezoek ga bij die mensen thuis, leer ik ze ook echt persoonlijk beter kennen. Je komt echt in hun privéwoning. Onze bewoners voelen zich veilig genoeg om hun verhaal te doen naar mij. En ik denk dat dat sociale aspect, dat deel van veiligheid, wordt heel erg gewaardeerd. Je wordt gezien. Een ander noemt het misschien sociale controle, maar het geeft mij een gevoel van veiligheid dat mensen naar je omkijken. Ik zal niet zeggen dat je als bewonersconsulent een maatschappelijk werker bent. Maar je bent wel echt heel sociaal betrokken. Je weet wat er leeft en wat er speelt. Doordat ik alle bewoners ken, ken ik ook de kwaliteiten van de bewoners. We hebben bijvoorbeeld een bewoner die heel handig is met computers. We hebben ook bewoners die Spaans benauwd krijgen van een mailtje sturen. En het is heel leuk om die link te leggen en mensen met elkaar in contact te laten komen. Wij wilden graag verhuizen naar een kleinere woning. En wat heel belangrijk was, dat wij een grotere woning achterlieten voor jonge gezinnen die daar konden beginnen. En dat wij nog de regie in handen hadden wanneer wij wilden verhuizen. En dat we niet moesten wachten totdat we hulpbehoevend werden. Dat horen kon me heen. We hadden het eerder moeten doen. Je verlegt voortdurend je grenzen. Dat is bij ziek zijn, dat is bij ouder worden. Ieder jaar ga ik naar Canada. En dan in Oeganda trouwt een nichtje van me in oktober. En hier doe ik de deur op slot en ik ga gewoon weg. En dat is ook een gevoel van vrijheid, hoor. Je pakt je koffer en je vertrekt. Dat mensen zich prettig voelen in de woonomgeving, prettig voelen in het gebouw. Contact durven te leggen met andere bewoners, contact durven leggen met mij. Geen dag is hetzelfde. En dat maakt het wel heel erg leuk.